Hallo en welkom weer een nieuwe video op mijn kanaal. Het is vandaag weer tijd voor onze kerstvideo, jongens. Want dat is natuurlijk de kerstweek. Zoals je kan horen ben ik ben een beetje ziekjes. Ik heb corona. Niks heftigs, jongens. Ik voel me al een stuk beter ondertussen. Maar goed, het is tijd om onze lelijke kerstauto te maken, jongens. Dat hebben we een tijdje geleden ook gedaan. En nu gaan we dat weer doen. Even kijken, heb ik nog mijn oude? Ja, oké. Gaan we deze lekker customizen. Ik wil wel een beetje anders dan wat we vorige keer hebben gedaan. Maar dat is wel zo leuk. We hebben nog meer kerstshit volgens mij. We hebben Snowstorm. Misschien is dat wel leuk. Of... We hebben toch ook Christmas Lights. Ja. Oké, we gaan Christmas Lights doen. Dat is wel leuk. Ja, de peppermint wielen zijn wel echt het best, denk ik. Of nee, wacht. Heb ik niet... Oh, deze zijn ook leuk. Fuck it, we gaan deze doen. Heel mooi. Yes. Hebben we nog andere leuke wielen? Nee, ik vind deze wel het leukst. Oké. Dan. Weet je, laten we dit keer ook even slecht doen met onze boost. Want dan hebben we ook vast wel een hele mooie. We hebben snowflakes. Dat is wel grappig. Maar je hebt ook die Christmas lights, toch? Die echt heel kut zijn qua geluid. Of niet? We hebben vuurwerk. Is niet helemaal wat ik zoek. Oké, dan gaan we voor de snowflakes. Als ik ze kan winnen hier. Snowflakes, boom. Oké. Het, ja, ik vind die bow wel echt leuk. Maar we hebben vast ook nog wel andere dingen. Is even cool hoor. Normaal gebruik ik nooit toppers, weet je jongens. Maar het is kerst. Dus dan mogen we even gek doen. Vind ik zo. Wat is dit nou weer? Oh. Even kijken. We moeten toch wel iets hebben wat kersterigs is. Valt een beetje tegen. Een cheeseburger. Is niet echt kerst, maar... Nou, dan houden we het wel hierbij. Ja, we hebben nu natuurlijk de sneeuwman. Hebben we niet nog iets anders? Wel dat geluid dat maakt heel fijn ook. Doek, 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 doek. Weet je, koekje is ook wel grappig. Was het ook wel een soort van. Hebben we nog iets van... Wat is dit? Oeh, ik wist niet eens dat ik die had, joh. What the fuck? We hebben niet echt iets sneeuwderigs, hè. Nou, dit is een beetje ijzig. Dus dat is op zich wel... Ik denk dat de Christmas lights wel het beste zijn hiervoor. We hebben niet zo heel veel van die dingen, toch? Nee. Ah, dan houden we het daarbij. Oké, jongens. Dit is onze hele lelijke kerstauto. Let's go. Easy. Ik zat te kijken en ik wou eerst gewoon mijn... placement matches doen, omdat het nieuwe seizoen is begonnen. Maar toen zag ik dat er een kerstgame mode, een winter game mode is. Dus ik dacht dat is misschien wel leuker voor deze kerstaflevering. En dan gaan we volgende aflevering lekker focussen op onze placements. Dus we gaan nu lekker Winter Breakaway spelen. Let's go, jongens. Ik zie jullie in het potje. Snow day, jongens. Ben ik niet echt goed. Kijk onze auto, jongens. Oh my god. Oh. Mensen denken echt, what the fuck ben je aan het doen? Oké, okay. Sick. Oké, what the fuck, jongens. Pak hem. Pak de bal! Oh nee, wacht, dat is een puck. Haha. Anyways. Ik vind deze map altijd zo kut, hè. Niet normaal.
Oké. En omdat het casual is, is het vaak ook nog eens super, super chaotisch. Dus dat is ook echt top. Deed hij wel netjes, eerlijk is eerlijk. Vooral dat wolkje van de sneeuw die achter me aan gaat, dat vind ik ook wel goed. Misschien dat ik nog wel een video ga opnemen van de week. Voor de placement matches. Want het ding is, ik wil dat ook niet te laat nog online hebben staan. Maar laat wel zien. Misschien doe ik het wel gewoon helemaal niet daar. Dat kan ook. Oh, ik was even vergeten dat dat mijn goal was. Oh, jongens, jongens, jongens. Oké, prima. Dit soort game modes zijn altijd zoveel chaos en niet normaal. Teammate, waarom ga je een goal scoren bijna? Dat is niet helemaal de bedoeling. Heb je. Lekker. Go, 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 go! Jongens, let's go! Hoppa. Easy game, easy life. Ik vind mijn auto echt tyfus lelijk, maar dat maakt niet uit. Dat was de bedoeling. Oh, wat? Kut. Die had ik moeten hebben. Ik dacht, eerlijk dacht ik dat er nog iemand achter me stond, maar. Misschien moet ik gewoon even kijken in plaats van denken. There we go. Hoppa. Wel grappig dat mijn tegenstander zegt nice shot en mijn teammate zegt helemaal niks. Chaotic. Waarom? What the fuck? Actual fuck is dit? Waarom denk ik met iemand, yo, ik ga hem erin scoren. Like. Wat is Tiger aan het doen, jongens? Deze man heeft gewoon scheid aan deze hele game en denkt, nope. Ik had hem gewoon easy kunnen hebben, maar nee. Oké, okay, dat is toxic. Het spijt me, jongens. Maar, what the fuck was dat? Dang it! Dang it, jongens. Oh, nu zeg je sorry. Ja, man. Dit is zo jammer. Zo jammer. Toxic? Oké, okay, nice. Anyways. We gaan nog één potje hiervan spelen en dan ga ik lekker de video afsluiten, jongens. Let's go. Hopelijk kunnen we deze wel winnen. Oké. Okay. Oh, fijn dat ik in een match erbij kom. Lekker man. Nou, I mean, de game is nog niet heel lang bezig. Lekker. Oké. Okay. We gaan gewoon. Comeback, jongens. Comeback. Let's go. Met een bot. De bot scoort ook gewoon. Sick. Wanneer de bot ook gewoon de meeste punten heeft, dat vind ik wel ironisch eigenlijk. Oh? Oh, als die erin was gegaan, was het zo ziek, hè? Helaas. Wat ik niet snap, is dat er nog steeds mensen zo toxic zijn in fucking casual, jongens. Het is de bedoeling dat het casual is en dat het gewoon voor de lol is. Why be toxic, man? Just have fun. Woe! Oké, okay, dat was een goede save, anders ging hij er sowieso in. Weg met die puck. Go, teammate, go! Als een bot kan scoren, kunnen wij het ook. Ja? Doe het! Doe het! Nee! One. Of er gaat nu iemand ziek erder willen met de bal. Met de puck? Helaas. Twee potjes verloren, jongens. Dat kan toch niet? Zo kan het toch niet zijn, joh. Fuck. Helaas.
Ik ben niet helemaal, nog steeds niet helemaal fit. Dus ik heb niet de fut helaas om nog een potje te spelen. Of nog meer. Het spijt me. In ieder geval, ik hoop dat jullie deze video alsnog leuk vonden. Alvast een fijne kerst allemaal. Ik weet dat er nog een video van mij online komt voor kerst, maar toch. Dus ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Laat dan zeker een like achter. Abonneer op mijn kanaal voor meer van deze video's. En hoop ik jullie volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Bye!